de leerlingen. Ben je nog lastiggevallen sinds we die jongens hebben aangesproken? Nee, helemaal niet. Lekker man. Wollekitolleki. Waarschijnlijk is ons bestaan alleen al genoeg om die pesters af te schrikken. Dat het nu wat meer stiekem gebeurt, snap je? Ja. Een paar meiden die noemen het altijd giraf, omdat ik zo lang en dun ben. Gaat het? Ja. Waarom heb je... Gewoon omdat ik daar zin in had. We willen je altijd helpen. Ja, nee, maar ik word niet gepest. Waar bemoei jij eigenlijk mee? En als jullie nu langer door blijven zeuren over dit pak, dan voel ik me door jullie gepest. Ik had het idee dat Linde stoerder deed dan ze is en dat ze eigenlijk heel bang was. Kan ik even naast je komen zitten? Alsjeblieft. Ik heb al heel veel kinderen geholpen die werden gepest. Word je gepest? Maar ik hoef je hulp niet. Dat heb ik toch al gezegd? Sommige kinderen, ja, dat zijn gewoon pestkoppen. Die gaan jullie als pestpolitie echt niet zomaar veranderen, hoor. Sorry hoor, maar omdat jij zo'n shirtje draagt en die walkie-talkie bij je hebt, ben je niet in één keer belangrijker of zo, hè? Het was wel degelijk pesten. En samen kunnen we daar iets aan doen. Nou, de volgende keer zeg ik dan gewoon bij Gym dat ik ongesteld ben of zo. Jij weer. Ik heb iets voor je. Ik heb voor je geregeld dat je bij de pestpolitie mag. Zodra ze de kans krijgen, dan pakken ze die gewoon weer van me af. Het is ook nog heel erg gezellig om bij de pestpolitie te horen. Oké, ja. Waarom niet? Ik ga weer verder met mijn rondje. Ja, ja, is goed. Als er nog iets is, spreek me na schooltijd, ja? Oké, is goed. Jo. Ja, nu kunnen jullie me niks meer maken, hè? We pesten jullie haar. Nee. Een pestpolitie-t-shirt was dus helemaal niet genoeg om pesters te stoppen. Dat is... De volgende keer dat jullie het een goed idee vinden om mij lastig te vallen, dan slaat de pestpolitie terug. Ik mag toch gewoon voor mezelf opkomen? Yo, dit is toch helemaal geen pesten? Dit was een dreigementje. Oh, een dreigementje? Nee, dat is wel de bedoeling, denk jij. We moeten met de pesters gaan praten. Ja, nou, ik wil ook best neutraal blijven, maar dat doen zij niet. Nou. Ik snap het niet. Waarom moeten jullie altijd mij hebben? Ik dacht altijd dat je het wel grappig vond. En ik bedoel, iemands kleren verwisselen en ze vervolgens in een boom hangen, dat gaat gewoon echt ver. Ik bedoel, zijn we nu weer oké? Blijf je bij de pestpolitie? Ja, is goed. Als er meer mensen bij de pestpolitie komen, kunnen we elkaar ook meer afwisselen. Want het is echt veel werk. Mijn tijd voor vrije, maar is niet mijn vrije tijd.